Ik denk dat het belangrijkste verweer gaat over dat eruit halen van die 2,5 jaar. Dus dat je zegt, er was geen werk door hen gedaan. Ze hadden natuurlijk aan niemand een opdracht. Wij woonden er alleen wel tegenover. Dus we hebben al die jaren sinds 2005 gewoon hinder van het terrein tegenover ons. Dus daar gaat het ons om. En ook over die sonering en die percentages dat zij ervoor kiezen of geur erger is dan zicht. En weet ik veel wat. Dus je mist gewoon een beetje menselijke maat erin. En het gaat niet over ons. Het gaat gewoon zij beslissen wat hinderlijk is voor ons. Dus het wordt, ja, hoe hebben wij het beleefd om daar te wonen? Hoeveel uren hebben wij besteed aan klankbordgroepen en zo? Wordt helemaal niet meegenomen. Dat stoort enorm. De provincie zegt dat de schadevergoeding gebaseerd is op feiten en berekeningen van deskundigen. Dat de bewoners het anders ervaren vindt de provincie jammer, maar verandert in hun ogen niks aan de regeling. Volgens mij is er altijd iets als een wet en in de geest van de wet. En we leven niet alleen maar in een juridische maatschappij. Volgens mij moeten we daar niet naartoe willen. Het is gewoon heel vuil, kunnen we allemaal niet helpen. Dat verwijten we de provincie ook niet. Maar daar hebben wij meer last van dan andere mensen in heel Europa eigenlijk dan bijna. En dat moet gewoon gecompenseerd worden. En niet van, we hoeven het eigenlijk niet te doen, dus wees blij met een fooi. Binnen 6 weken doet de rechter uitspraak in de zaak.